Hij had gewoon een pistool in zijn handen. Daarbij kon ik zien dat die man ontzettend dronken was. Echt dronken. Hij stond echt te waggelen op de benen. Hij kon nog net blijven staan. Hij was ontzettend traag in zijn reactie. Vervolgens ging dat wapen heel langzaam omhoog. Daar heb ik ervoor gekozen om hem in zijn bovenbeen te schieten. En die man is er erg goed van afgekomen. Het had veel erger kunnen zijn. Want normaal gesproken, als iemand een wapen in zijn handen heeft en dat wapen omhoog doet, wat doet een agent dan? Ja, die schiet hem neer. 100, ja, zeker. Dit is zo'n nepwapen. Niet van echt te onderscheiden. Vooral niet in een split second. De verschillen zijn nihil. Op wat tekentjes na zijn het exact dezelfde wapens. En kan je aanwijzen wat er anders is bijvoorbeeld? Dan kom je echt in de details. Dat zijn de ribbels op de voorzijde, de beschrifting en het gewicht. En gewoon te koop in een speelgoedwinkel of te winnen op de kermis. Steeds meer jongeren hebben zo'n nepwapen in bezit. Ondervindt ook wijkagent Hoed. Die loopt in verband met een landelijke nepwapencampagne alle basisscholen in Renkum af. Inderdaad die vraag gesteld, van joh, wie heeft er iets van een balletjepistool of iets wat op een eigen wapen lijkt in huis. En dat was toch wel ongeveer de helft van de kinderen in de klas die de vinger opstak. En als je dat terug gaat zetten naar een paar jaar terug, 2-3 jaar geleden, deed ik voor maatschappijleer wel eens een lesje op verzoek. Dan kreeg je 1 of 2 vingers die heel stiekem van ja, ik heb wel eens zo'n ding gehad. Dus het is gewoon ja, toch wel algemeen nu, algemener om zo'n ding in huis te hebben. En daarom des te belangrijker om mensen daarop bewust te maken, de kinderen, van joh, weet waar je doet. Want als iemand denkt dat het wapen echt is en de politie belt... Wij gaan er op dat moment dus vanuit dat er een echt wapen in het spel is. Dat kan allerlei gevolgen hebben.